Sinds 1 maart 2021 heeft iedere wasdroogcombinatie een nieuw energielabel. Behalve de energieklasse vind je hier onder meer de programmaduur en het geluidsniveau. In deze video vertel ik je wat er allemaal op het energielabel staat en wat het betekent. Rechtsboven vind je een QR-code. Als je deze scant met je telefoon, kom je in de database van de Europese Unie terecht. Je vindt hier direct alle eigenschappen van het product en ook een aantal testresultaten. Handig als je in de winkel staat en meer over het product wil weten. Op het energielabel vind je 2 energieklassen. De linkerklasse geeft aan hoe energiezuinig de wasdroogcombinatie is wanneer je kijkt naar het wassen en drogen samen. En de rechterklasse kijkt alleen naar het wassen. En deze zijn beide gebaseerd op het wasprogramma Eco 40 of 60 graden. De energieklassen lopen van A tot en met G en gemiddeld heeft een wasdroogcombinatie energieklasse E. Dit is minder zuinig dan een wasmachine omdat een wasdroogcombinatie meer energie verbruikt tijdens het wassen en drogen. Onder de energieklasse links vind je het energieverbruik voor wassen en drogen. En onder de energieklasse rechts vind je het energieverbruik voor alleen wassen. Hier staat hoeveel kilowattuur je verbruikt tijdens het wassen en drogen. En aan de linkerkant vind je hier het energieverbruik per 100 was- en droogbeurten. En aan de rechterkant voor 100 wasbeurten. Hier vind je het vulgewicht. En dit geeft aan hoeveel kleding je kunt wassen en drogen. In een wasdroogcombinatie kun je altijd minder kleding drogen dan dat je maximaal kunt wassen. Let er dus ook op dat je bij een volle wasbeurt eerst een deel van het wasgoed uit de trommel haalt voordat je het droogt. Wanneer je een nieuwe wasdroogcombinatie zoekt, kijk je naar het maximale vulgewicht voor tijdens het wassen. Voor 1 of 2 personen adviseren we 7 kilo, voor 3 of 4 personen is 8 kilo geschikt en voor 5 of meer personen adviseren we 9 kilo. Het waterverbruik vertelt je hoeveel liter water je wasmachine per wasbeurt verbruikt. Aan de linkerkant vind je het waterverbruik voor wassen en drogen en aan de rechterkant voor alleen wassen. De programmaduur op het energielabel van je wasdroogcombinatie geeft aan hoe lang die erover doet om een volle belading te wassen. Aan de linkerkant zie je de totale programmaduur voor wassen en drogen samen. En aan de rechterkant zie je de programmaduur voor een volle wasbeurt op het Eco 40 of 60 graden programma. Het centrifugeresultaat geeft aan hoe droog je wasgoed uit de trommel komt na de wascyclus. En dit zorgt ervoor dat je wasgoed minder lang hoeft te drogen. Bij klasse A komt je was het droogst uit de trommel. Bij het geluidsniveau zie je hoe luid je wasdroogcombinatie is bij het centrifugeren van je wasgoed. Voor een stille wasdroogcombinatie adviseren wij een geluidsniveau van onder de 73 decibel. Is je wasdroogcombinatie luider dan 78 decibel, raden we aan om deze in een afgesloten wasruimte te plaatsen.